Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Fortune Street. Ik ben natuurlijk weer met Jordi van de Subpar Guys. En we gaan nu... Wat hebben we eigenlijk voor map? Peach's Castle. Peach's Castle. We doen Peach's Castle. Nou, jullie horen het. Ik ben benieuwd of dit weer zo'n snelle bord gaat zijn. Je merkt wel, als er twee ice zijn, dan is het een heel snel bord. We hebben ook wel eens een minder snelle boodschap met twee AI's. Oh, die staan nog van de vorige keer goed natuurlijk. Ja. Oeh, dit bord ziet er wel apart uit. Nog verder geen speciale dingen denk ik op dit bord, of wel? Zover ik zie... Nee. Het is alleen dat je heel veel keuzes hebt in waar je naartoe gaat, voor mijn gevoel. Yep. Dat is op zich wel leuk. Didi. Oh, verkeerde knop. Ja, ik druk de verkeerde knop. 1. Oeh, 7 zitten in dit bord. Ja, 7 op een 6-zijdige dobbelsteen. Heel raar. Ja, dat kan allemaal. Uh-oh, 100 was niet goed toch? Oh jawel, 100 is zeker goed. 100 is zeker goed. We hebben volgens mij geen enkele keer arcade gehad vorige keer. Nee, klopt. Dragon Dude heeft 10 stocks. Nou ja, hij kan ze kopen. Oh. Maar gewoon shops kopen in deze, dat is het allerbeste. Ja. Dat is voor mij nog niet zo erg aan het lukken. Oeh. Eentje waar hij iets aan heeft, dat gebeurt ook niet vaak. Nee, meer dan van het is degene waar je net op hebt geland. Mm-hmm. Oeh, ik mocht de andere kant op ook, of niet? Nee, hè? Nee. Nee. Ik heb een shopje! Het is je waarschijnlijk ook opgevallen, de net worth in deze die we hebben is heel laag. Dat klopt, ja. Komt dat door omdat er veel shops zijn, of hoe komt dat? Ja. Oh. Zo. Dat is een beetje, het ook een beetje het probleem van deze. 2. Oeh, 7. Oeh, dat is een gunstige, denk ik, om te hebben. Ja. Ik merk wel dat ik 2 dure shops heb gekocht. Volgende 2 beurten gooit hij ook 1. Nee, volgende gooit hij een 2. Dan de keer erop gooit hij zoet en kan hij weer landen op die 130. Ja, probably. 8? Dat is een 8! Heb je gezien hoe groot dit bord is? Ja, maar een 8! Ja, een 8. Wat een onzin. Nou, daar gaat ons idee van 1-1. Ja, mag nog steeds. We moeten maar 8 coins betalen. Ja. Nou, open dat ik zo ook 1 gooi. Dus de eerste paar rondjes gewoon echt alleen maar gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk shops krijgt. Ja, je doet letterlijk waar niks. Mm-hmm. Je koopt wat shops, hoop dat mensen op je landen en dan is het klaar. Ja.
Het is gewoon een heel raar bord, dit. Mm-hmm. Er is ook geen rare gimmick. Er is ook geen raar iets wat je kan doen. Je kan 8 gooien, dat vind ik op zich een rare gimmick. Ja, dat is inderdaad een rare gimmick. Oh, hij gaat over dwars. Nee. Klote zooi. Nou ja, het zij zo. Saai ook al. Waar ga jij naartoe? Ver en af. Ja. Ik mis wel borden met een gimmick hoor, want dit is gewoon... Je maakt gewoon je rondjes. Elk rondje is anders. Ja, klopt. Maar dit lijkt me echt een bord wat je met z'n vieren doet, met AI. Mm-hmm. Ik kloot toch maar wat aan. Hey, zit er eigenlijk een circus in dit... Oh ja, daar. Ja. Arcade. Oeh, betalen, bitch! Ja, bankrupt. Oh. Ja, zou je bijna zeggen, maar... 1. Oeh, dat is jammer. Godverdomme. Hoeveel was die? 700? Ja. Holy shit. Dat is een dure shoppie. Dure investering, ja. 1. Oh. Nou ja, het zou wat zijn, hè? Het zou wat zijn. Ik die meteen weer op land. Ja, dat had wel heel typisch geweest als dat was gebeurd, ja. Oeh, 8. Tuurlijk komt hij daarop. Oh. Nou ja, hij heeft zwart geen stocks, hè, dus. Dat boeit helemaal niks. Nou, kijk eens even hoeveel hij heeft. Ja, dat is waar. Nee, dit is ook weer zo'n board waar je eerder failliet gaat dan dat je... Ja. ...je target limit haalt. Ik zit overal maar met 1 in. Deze is nog goedkoop. Die kan ik 8 maken, ik doe dat wel. En dan gaan al je shops dicht. Oh. Nee, je kan mijn kant op. Oh, fuck. Moet ik dit nu weer opnieuw doen? Ja. Maar je kan toch ook nog links naar onder? Nee, je komt van rechts onder, dus dan moet je naar linksboven. Ja, maar dat heeft niemand mij verteld. Nee, maar in zulke kruisborden heb je dat gewoon. Oké. Met Ophino Plaza had je dat niet, want dan kom je van boven en dan hoef je niet te steken. Oké. Niet dat heel veel zin heeft, want niemand landt zo meteen op je. Nou. What the fuck? Nou, het is op zich slim. Kijk eens even wat het doet. Wow. Ik zeg hierbij dan wel dat de AI cheat. Ja, dat vind ik ook. Want dat in combinatie met die andere, dat zie je nooit.
Want dat is inderdaad even... Hier heb je 2800 gold. Ja. Yeah. In het begin van een fucking game. Want die heeft nog geen promotie gehad, maar die loopt nu wel op ons voor. Ja, wat een onzin. Ja, je moet die lijn nu al onderbreken, anders ben je klaar. Wauw. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Dus ik kan alleen maar 7 gooien. Ja. Wauw. Wauw. Oh. Alsof de AI het wist. Ja, wat een onzin. Nou, hij is niet voor niks S-tier, hè? Nou ja, we hebben al gezien dat S-tier 2 dingen kan betekenen. Ja. Wat, ik heb geen monopolie, ik heb nergens 3 in zitten. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, wauw. Ik voel me genaaid. Ja. Mag gerust voelen. Ik gooi G7 toch? Nee. Nou, betalen. Wauw. 8 coins maar liefst. 8 coins. Zo, 8 coins. Ja, daarvoor moet je even bij deze grootte zijn met zijn 3600. Yep. En nu moet ik heel snel even... Ja. Even op een venture, of nee, op een suit komen. Ja, maar ja, de eerstkomende suit is de suit waar hij op staat. 2. Wat ga je betalen? Ja, ik moet wel. Nou. Want ik heb nog niet genoeg geld. Ik heb die suit nodig, dus. Ik weet het. Dat is het hele probleem. En hij kan ik denk zomaar dat, een NPC deze gaat winnen, dat gevoel. Ja. Heeft dat te maken met die 700, denk je? Ja. Mogelijk. Ja, dus... Ik geen 8 moet gooien, hè? Ja. Het is niet te geloven. Dat vind ik nog steeds het meest belachelijke van deze, want hij kan iedere shop kan hij nu kopen. Iedere shop waar hij op landt kan hij kopen nu. Gaat hij me forcen, denk je? Nee, toch? Bij deze? Weet niet. Ik zou ergens geen reden toe. Nee, daarboven wel, die 8. Ja. Jezus. Zo. Dat is geen vervelende worp. Dat is inderdaad geen vervelende worp, nee. Tuurlijk. Heb je gezien op de map hoeveel shops Mario heeft? Mario heeft flink wat shops, ja. Het is echt niet te geloven. Ja, toegeven, dit is geen Mario Street, hè? Dit is Fortune Street. Ja. Net niet. Tuurlijk. Ja, hij had nog niet genoeg geld. Echt niet te geloven dit. 3700 voor je eerste promotie, belachelijk. Oh, dit nog. Oh, het is ook net te veel, hè? Mm-hmm. Oh ja, dat is wel lullig. Oh ja, want we hebben nog niet genoeg shops. Nou ja, opnieuw, langzaam maar zeker raken ze stok zo kop. Ja. Twee. Haha, hoe wist ik het? Wat een kutspel is dit, zeg. Ja.
niet te geloven. Nou ja, je hebt nog genoeg stocks. Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon bullshit. Oh ja, dat is wisselgeld voor hem. Ja, yeah, nog niet eens. Dat is geld waarvan hij niet wist dat hij het had. Zoveel geld heeft hij. Ja. Weer één. Wauw. Maar het verbaast me nog dat hij mij niet had omgekocht. Ja. Yeah. Dat zie ik ook nog wel gebeuren volgende ronde, dat hij begint met overkopen. 69, nice. Dat hij zo meteen denkt van, weet je wat, ik heb 3000, het brandt een gat in mijn broekzak. Nee. Nou ja. En overkopen kan hij gelukkig niet. Nee. Ja, weer betaal je. 3 shops staan eromheen, hè, die ik zou kunnen kopen, maar dan krijg ik deze onzin. Ja. Leuk spel, hè? Nee. 2. Oh, 1. Ja, fuck it. Wow. Het is peanuts, maar ja, laat het heel eerlijk zijn, wat kan ik anders? Niks. Precies dat. 2. Hij komt op mij of niet? Wow, yo, 8 coins, kaboom! dit is niet te geloven. Het kijk, is echt heel graag dat je me in feite mijn laatste plaats wil helpen. Dit is echt niet te geloven. Nee, het is een interessant board. Promotion. Maar ja, die krijgt waarschijnlijk niet heel veel. Nee, heeft natuurlijk niet zoveel shops. Nee. Nou, toch nog 500. Gaat hij me force buyouten zo meteen? Dat gaat hij wel proberen, denk ik. Als hij zo 3 gooit, word ik echt boos. Of hij komt op zo'n venture dat hij eentje mag buyouten, weet je wel. Ja, 1. Weet je wat? Dank je, Mario. Oké. Eén. Dat is geen 1. Maar wel op een... Ja. Oh nee, op mij. Nee. Nou ja, ik moest je toch terugbetalen voor alle keer die jij me net hebt betaald. Ja. Yeah. Nee, dit is... Laat ik zo zeggen, het is niet mijn, überhaupt niet mijn dag. Tjoe. Tuurlijk, wat zo vlot. Ja, je verkoopt stocks. Het begon allemaal toen een in Dragon Lord. Ja, ja, je kan al zowat niet meer van hem winnen, dat is het hele probleem met hem. Mm-hmm. Als hij die Monopoly nog kan scoren, dan gaat het goed, maar ja.
weet je wat? Ik vind het een heel lief gebaar, maar ik weet niet of dat genoeg werkt. Maar niet uit. Nee hoor. Echt. Het is niet te geloven dit. Wauw. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Ik heb zowat niks meer, man. 1. Nou, val me er nog mee. Het is niet verkeerd voor een randje. Nee, hij heeft zijn promotie al en als je zo meteen 1 gooit, is hij helemaal klaar. Nou, wordt niet heel veel beter van, toch? Nee. Ik zou het ook niet doen. Maar. Dat is het ding. Zowel Mario als deze flikker hierboven ons lopen iets te makkelijk. Maar waarom was hij dan zo achterlijk toen wij met hem speelden? Echt, hè? Ik ben aan nadenken. Nee. Toegeven. Deze actie was volgens mij ook gewoon echt gewoon geprogrammeerd van fuck it, ik help Dragonlord. Van ik koop je 700, daarna geef ik hem een suit waarmee je de 700 meteen kan verkopen voor 4 keer zijn value. Ik zie wel hoe het is. Ja, we hebben hem wel door. Ja. Stop hier, betalen. Betalen! Ja, yeah, tuurlijk. Wat een spel. Oké, hoog getal, kom op. Hey. Oh nee, dat is 4. Nou. Oh, tuurlijk. Kan wel. Nu moet je opletten met geld. Ja, maar ja, dat moet ik al een hele lange tijd, man. Ja. Oh, natuurlijk. Jezus. Oh. Ja. Oh, ik wil niet meer. Ik ga 2 gooien zo, wist je dat? Ja, ik had al zo'n idee dat je 2 gaat gooien, ja. Of 2, of 4. Yay! Een buyout. Weet je niet, zou kunnen. Ja! Ja, dat heeft zometeen die hele hoek, hè? Mhm.